Dit is Ilfie. Maar dat waren ook een soort van tokkies. Dat waren ook wel een beetje weirdo's. En die woonden dan met z'n allen in één huis. En die hadden ook zo'n kist met sextoys naast dat bed staan. En dat werd heel erg in b-roll laten zien, weet je wel. Hey, gezellig dat je luistert naar Kleine Meisjes Worden Groot. In deze podcast gaan wij samen in gesprek over de weg die jij bewandelt naar het worden van een volwassen vrouw. Hallo Daphne. Hey Lot. Hi Slot. Hi. Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Ook goed. Je zit hier met een kerstverse 25-jarige aan tafel. Ja, jij bent net jarig geweest. Echt net. 25. Quarter life crisis. Ja, dat zeggen ze, hè? Let's go. Ja, ik wacht het nog even af. Misschien komt hij in het nieuwe jaar, maar ik heb er nu nog geen last van. Girl, don't manifest it. Don't think about it. Hoe is je week geweest? Ja, wel gewoon lekker. Gewoon, ik heb mijn verjaardag gevierd afgelopen zondag. 'S ochtends met vrienden, 's middags met familie. Ik heb een fantastisch mooi cadeau gehad. Wat dan? Een platenspeler. Oh, leuk. Ja, vind ik echt heel leuk. Dat is wel leuk. En ik had aan niemand specifiek... Maar heb je al platen? Nou, dat is dus het ding. Ik heb aan niemand specifiek platen gevraagd. Omdat ik een beetje kieskeurig ben. Ik dacht, dat ga ik gewoon zelf uitzoeken. Mm-hmm. Maar ik heb wel gewoon platen gekregen. En allemaal van Taylor Swift. What's ja, new? Dat is toch leuk? Ja, mensen kennen me wel echt. Dat is wel echt heel erg leuk. Ja. Ik had deze week mijn eerste boxles. Oh, hoe was dat? Ja, wacht, leuk. Wat voor soort boksen heb je gedaan? Gewoon old school. Gewoon geen... Geen poespas, geen kickboksen. Oh, gewoon echt... Oké, okay. Dus dat was heel erg leuk. En ik heb een blauwe plek. Doe je dat dan in je eentje of ga je dat met vrienden doen? Of nee, ik doe het in mijn eentje, maar het zijn groepslessen. Ah, oké. Okay, ja. En dan wil ik misschien personal training gaan doen. Ook nog. Moet je dan ook tegen elkaar of doen ze dat niet vanwege corona? Ja, moet je ook hoe zit dat dan met de afstand? Girl, I don't even know. En I... ik mag me niet meer tot vijf. Na vijf mag het niet meer. Ik weet het ook allemaal niet. Ik doe gewoon het is wat ingewikkeld. Kan. Ik vind het allemaal heel ingewikkeld maar inderdaad. Het is dus wel leuk. Ja, het is heel ondanks leuk. De blauwe plekken. Zeker, zeker. Ja, ja je moet ook tegen elkaar laten sparren. Maar ja, dat is nu natuurlijk nog wel een babyniveau. Ja. Maar het is heel goed voor je lichaam. Straks sla je me gewoon van de tafel af. Snapte. Nee, maar dat is mijn droom is, echt al jaren sinds ik heel jong ben, is om me goed te kunnen verdedigen. Zodat als ik gewoon, ik zie het gewoon voor me dat ik ooit in een club sta en een man een grote bek heeft naar me. Sorry. En dan jij zo... Het is inderdaad een man, sorry. Ja, een man die een grote bek heeft naar me. Me hoeken of zo en ik duik zo weg en ik sla hem in zijn gezicht. Hoeft niet eens hard te zijn, ik hoef niet sterker te zijn dan hem. Maar ik wil gewoon dat een man denkt, oh shit. Don't fuck with je her. Je hebt veel totally spijs gekeken. Absoluut. Schat, wij gaan het vandaag hebben over polygamie, monogamie. Maar ook over open relaties. Ook over non-monogamie. Zoals ik het nu hoor. En ik kan me voorstellen dat er wel wat mensen zijn die dat ook denken. Het klinkt wel allemaal heel erg hetzelfde. Wat zijn de verschillen? Gaan we het daar ook over hebben? Ja, nou, we kunnen het wel even benoemen. Want inderdaad, het woord polygamie kennen misschien niet heel veel mensen. En monogamie. Ja. Monogamie is eigenlijk de meest... Ja, wat de meeste mensen zijn in een relatie. Dat is dat je gewoon één partner hebt en alleen met die persoon seks hebt en een relatie hebt. Ja. En met die persoon ben. Dan heb je open relaties en dan ben je met één persoon in een relatie. Maar kan je bijvoorbeeld seks hebben met anderen. Mm-hmm. En soms is dat met heel veel communicatie en soms is dat zonder communicatie. Ja. Dat ligt aan de afspraken die je maakt. En dan heb je polygamie en dat is dat je met meerdere mensen een relatie hebt. Oh, oké, ja. Dus mijn vraag aan jou is, wat zijn volgens jou stigma's rond open relaties en polygamie? Oeh, stigma's denk ik, misschien dat buitenstaanders denken dat als je in een open relatie zit of in een polygaam relatie, dat je dan de vrijheid hebt om heel de wereld te doen. Mm-hmm. En dat er ook verwacht wordt dat je iedere nacht met iemand anders in bed ligt. Mm-hmm. Ik denk dat mensen ook het idee hebben dat bijvoorbeeld, ik noem het even je basisrelatie, dus de nummer één partner, of hoe mm-hmm. wil je dat noemen? Ja. Baasrelatie. Dat die bijvoorbeeld niet stabiel genoeg is. Mm-hmm. Of dat dat niet genoeg voor je is. En dat mm-hmm. je het ook ergens anders moet zoeken. Ja. Dat zijn dingen die ik wel vaak hoor, ja. Ja. Ik ging er zelf over terugdenken. Over gewoon hoe ik er vroeger over dacht. En ik was ooit een of andere reality serie op SBS6 of zo. Mm-hmm. En het ging dus ook over drie mensen die in een polygame relatie waren. Ah, ja. Maar dat waren ook een soort van tokkies. Dat waren ook wel een beetje weirdo's. En die woonden dan met z'n allen in één huis. En die hadden ook zo'n kist met sextoys naast dat bed staan. En dat werd heel erg in b-roll laten zien, weet je wel. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik het voelde altijd vroeger. Nu zit ik natuurlijk in een omgeving waar alles qua seks best wel een soort van out in the open is. En je kan over praten en niks is raar. En mm-hmm. ik heb er veel meer over geleerd. Maar het voelde altijd als een soort van iets goors. Mensen die altijd seks willen en heel veel seks willen met verschillende mensen. Het heeft misschien best wel een vertekend beeld. Ja, ik denk dat stigma waar je het over hebt. En ook, ja, ik denk dat heel veel mensen het
ja. ook heel erg seks gerelateerd zien. Dat het heel erg gaat om seks met meerdere mensen. Ja, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar dat hoeft helemaal niet. En daar gaan we het vandaag over hebben. En daarom heb ik de eerste stelling voor jou vandaag. Vertel. En dat is, je kan niet verliefd zijn op twee mensen tegelijkertijd in balans. Dus net zoveel van twee personen. Goed dat je dat met die in balans eraan toevoegt. Snap je? Want als je hem zonder had gesteld, dan had ik gezegd, tuurlijk kan je op twee mensen tegelijkertijd verliefd zijn. Mm-hmm. In balans, ja, moeilijk. Weet ik niet, om eerlijk te zijn. Mm-hmm. Zelf kan ik me dat ik denk, als het mezelf zou overkomen, dat je misschien dan op sommige momenten net even wat meer verliefd bent op de een dan op de ander. Mm-hmm. Ik denk wel dat je bijvoorbeeld evenveel van iemand kan houden. Mm. Dat denk ik wel. Yeah. Maar verliefdheid is weer zo'n aparte categorie. Maar verliefdheid komt en gaat precies. ook. Precies. En het verdwijnt op een gegeven moment ook een beetje. Dat maakt dan ook weer plaats voor een ander En dat kan er opeens weer komen. Exact. Ja. Dus ja, kan het. Ja, hoeft niet zo. Ik weet niet. Ik denk dat het per persoon verschilt. Ik snap heel goed wat je zegt inderdaad. Want houden van kan sowieso. Ja. Yeah. Maar verliefdheid gaat een soort van in golven. Ja. Yeah. Hoe vaak gebeurt het dat dat punt precies in balans is? Maar moet het ook precies in balans zijn? Dat is een goede vraag. Dat hoeft vraag, denk ik ook helemaal niet. Goh, wij gaan gelijk weer heel filosofisch nadenken. Ik hou ervan. Hey, luister, ik heb een paar quotes opgeschreven van Willow Smith. Oké. Okay. Want ik heb ooit een... zij heeft een programma met haar moeder en oma, Red Table Talks. En daarin praat ze over het leven met haar moeder en oma. Best wel interessant. En daar kwam op een gegeven moment een video langs waarin zij praten over dat zij polygaam is. Ik heb een aantal van die quotes opgeschreven. Die heb ik vertaald naar het Nederlands. Want we zijn natuurlijk een Nederlandse podcast. En ik ben benieuwd wat jij van deze quotes vindt. Okay. Hoe zij over haar seksualiteit praat. De eerste quote. Yes. Met polygamie is de belangrijkste basis de vrijheid om een relatiestijl te kunnen creëren die voor jou werkt. En niet alleen in monogamie te stappen. Omdat iedereen zegt dat dat het juiste is om te doen. Mm-hmm. Dus ze zegt heel erg dat je maakt je eigen relatiestijl. Je maakt je eigen beslissingen en je doet niet wat iedereen doet, omdat iedereen zegt dat monogamie moet werken. Ja, ik denk wel, volgens mij is monogamie best wel een soort van maatschappelijk of sociaal construct, wat heel erg ook een beetje ons wordt opgelegd, of wat we met de paplepel ingegoten krijgen. Ja. Dat kan vanuit huis zijn, dat kan vanuit het geloof zijn, maar ook hele simpele dingen zoals een Disney-film. Ja. Waar monogamie altijd centraal staat. Het is altijd een norm. Het is altijd een norm. Dus ik snap wel waar je heen gaat. Tweede quote. Mensen hebben verschillende behoeftes. En als het gaat om hoeveel seks je wilt, uiteindelijk kunnen we niet alles zijn voor onze partners. En dit gaf ze aan in het interview toen ze sprak over dat zij een partner had die heel veel seks wou. En zij wou dat niet. Dus dan heeft ze letterlijk tegen hem gezegd. Dan kan je dat bij iemand anders zoeken. Mm-hmm. En wij kunnen onze relatie staande houden. Heel interessant om zo over na te denken. Ik denk dat je daar een hele goede, stabiele basis voor moet hebben. En heel veel vertrouwen in elkaar. 100%. Ja, zeker. Absoluut. Veel mensen gaan ervan uit dat mensen die polygaam zijn, egoïstisch zijn en hebzuchtig zijn. Eigenlijk is het meest onbaatzuchtige wat je kunt doen. Ik hou van mijn partner en wil dat andere mensen ook van hen houden. Vind ik een mooie manier van daarnaar kijken. It really is, maar het zit zo niet in ons systeem om zo te denken. Nee. Snap je wat ik bedoel? En ik geloof ook wel, het hoeft niet voor iedereen, zeg maar. Het hoeft niet voor iedereen. Het hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Maar ik vind het wel een hele mooie manier van kijken naar liefde en relaties. Ja, ja, ik vind zelf, vind ik mensen ook, wij zijn gewoon dieren, hè? De manier waarop wij nu, daar ben ik heel hard in, maar de manier waarop we nu trouwen met elkaar, ik vind het totaal niet gek dat mensen het doen. Nee. Alleen ik heb heel vaak mijn vraagtekens erbij van, wat de fuck zijn we nou eigenlijk aan het doen? We zijn dieren, hè? Hoe de fuck ga ik 40 jaar lang seks hebben met dezelfde persoon? En dat is het. Ja. Ik zelf haal heel veel lessen en ik leer heel veel van mezelf en ik ontwikkel mezelf heel erg door de relaties die ik heb met anderen. Mm-hmm, snap ik. En door hoe de ene relatie anders is dan de andere relatie en hoe de personen in die relaties anders zijn, daar leer ik heel veel van mezelf. Maar dan heb ik het bijvoorbeeld ook wat jij net zei, heel specifiek over seks, van ik wil niet 40 jaar met, of tenminste ik kan me niet voorstellen dat mensen dat doen. Is dat jouw standpunt? Vind je dat, is dat iets wat jij jezelf niet ziet doen per se? Nou, dat is één van de standpunten ervan. Ja, want wat ik ook zeg is, ik leer heel veel door relaties met verschillende soorten mensen. Ja. Ook op seksueel gebied, maar ook hoe ik mezelf ontwikkel emotioneel. Mm-hmm. Dat hoort er allemaal bij.
Ik kan me ook voorstellen dat wanneer bijvoorbeeld, want dit slaat dan wel even specifiek op seks. Mm-hmm. Als seks in jouw relatie niet het allerbelangrijkste is, of als je gewoon tevreden bent met een beetje of weinig of niet, weet ik veel, dan kan ik me voorstellen dat je wel voldoende hebt aan een partner, aan dezelfde partner voor 40 jaar. Als dat niet iets, als dat iets is waar jij verder geen behoefte aan hebt en die ander ook niet, Maar dat is ook goed. Ja, dat tuurlijk, mag ook. Dat mag ook gewoon. Maar ik vind wel dat, ik weet niet, ik hoop dat we ergens heen gaan waar we meer open zijn in onze romantische relaties. Dat vind ik een beetje. Voor mij is dat nog wel echt een weg om te bewandelen. Hoezo is dat? Nou ja, ik heb het al wel eens vaker benoemd in de podcast. Dat ik in een relatie heb gezeten waarbij dit onderwerp op een gegeven moment wel op tafel lag. Van goh, gaan we kijken of er eventueel, we hadden een monogame relatie. Gaan we kijken of er eventueel meer vrijheden in plaats kunnen vinden. En eigenlijk voordat we dat goed en wel in vertrouwen konden ondervinden samen, gebeurde het achter mijn rug. Ja. Ja, en dat doet gewoon pijn. Dat wil je gewoon niet. Nee. Het is nog te vers. Het is nog te vers. Ja. En nu denk ik ook van, als ik ooit weer in een relatie zit, dan zou ik het heel fijn vinden als die relatie in ieder geval gewoon begint als een monogame relatie. En dan kunnen we altijd gaandeweg kijken of er meer mogelijk is, als daar behoefte aan is. Kleine stapjes. Kleine stapjes. Een beetje. Van nu.nl. Nu.nl. Ja, dat is gewoon een artikel. In Nederland wonen er zeker 1374 mensen die met minimaal 2 vrouwen of mannen tegelijkertijd zijn getrouwd. Getrouwd? En tegelijkertijd? Dat is verboden in Nederland. Ja, ik wou net zeggen, dat kan maar niet. Maar hoe dat komt, is omdat ze in het buitenland rechtsgeldig zijn getrouwd. En het wordt hier wel erkend. Wat hebben ze in Vegas? Steeds in Vegas. Ik vond het een leuk weetje. Ik weet niet waarom. Daarnaast heb ik nog een weetje. In 2017 is er onderzoek gedaan. En dat geeft aan dat 3,3 mensen in Nederland en Vlaardingen, dat zijn 500.000 mensen. Nederland en Vlaardingen of Vlaanderen? Vlaanderen. Niet Vlaardingen. Ik wilde al zeggen. Ik denk een hele specifieke plek. Ik ga helemaal stuk. Nederland en Vlaardingen. Vlaanderen. Dat zijn dus 500.000 mensen. Die zitten in een consensueel non-monogame relatie. Dus dat is een open relatie. En 0,7%, dat zijn 100.000 mensen, die zitten in een polygame relatie. Oké, okay, dat is best wel wat. Je hoort er gewoon bijna niks over. Nee. Het idee. Nee. Of te weinig nog misschien. Ik kom het ook niet vaak tegen, nee. Nee. Zeker niet. Mijn laatste vraag, ja, hier hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. Zou jij het aankunnen? Ja. Maar zou jij het ook aankunnen dat jouw partner heel erg verliefd is op een ander persoon naast jou? Nee, denk het niet. Dus eerst was je antwoord ja en nu is nee? Nee. Er is wel een middenweg. Er is denk ik wel een middenweg. Maar dan is het een open relatie? Ja, waarschijnlijk wel. Niet polygamie? Geen polygamie. Waarom zou je dat niet aankunnen? Nou, die mening is gebaseerd op wat ik tot nu toe heb ervaren. Dus ik kan eigenlijk alleen maar kijken naar het verleden. Mm-hmm. En dat is gebeurd. Dat mijn partner verliefd werd op iemand anders. Vind ik moeilijk. Toch wel. Vind ik wel lastig. Maar ik denk ook wel, niet om dat volledig op bijvoorbeeld mijn ex-partner af te schuiven. Ik ben ook heel erg opgegroeid met het idee van een monogame relatie. Ja. En nog steeds. Ik bedoel, we hadden het net over mijn verjaardag. Ja, superleuk. Er komt mijn familie over de vloer. En mijn moeder en mijn oma, schatten van mensen. Wanneer kom je nou met een man thuis? Ja. Mijn oma die had al lang al drie achterkleinkinderen willen zien, weet je wel. Ja. Dus dat is echt, ik moet ook altijd bij mezelf denken van, oh man, mijn leven, nieuw systeem. Het zit allemaal in mij. Ik moet het er allemaal uitgooien en opnieuw leren. Ja. Ik moet opnieuw leren, voor mezelf gaan nadenken, ervaringen opdoen, met mensen praten. En we zien het wel. Dat lijkt is een me beetje soms hoe ik erin staan. Lijkt me soms wel lastig, al die gedachten in je hoofd van hoe moet het en hoe werkt het nou? Mm-hmm. En dan kan je een nummer bellen. Namelijk de Alles Oké-lijn. De Alles Oké-supportlijn inderdaad. Je kan naar www.allesoké.nl gaan om met iemand te praten, een professional. Dat is van 18 tot 24? Ja, de leeftijd. Leeftijd 18 tot 24. Niet de tijdstip. Dat is niet de tijdstip. Jongens, het is lekker laat. Nee, van 18 tot 24. Als jij nou even iemand wil hebben waar je even gewoon mee kan praten. Het is helemaal gratis. Er zitten allemaal mensen voor je klaar. Dat nummer kan je bellen. Of chatten. Als je belangst hebt of zo. En je denkt, ik wil gewoon lekker typen. Maar belangst is een ding.
Dat is echt een ding. Ik heb het ook zo gehad. Lang niet durven bellen. Ja, ja dan is praten wel echt beter, man. Ja, dus je kan ook gewoon chatten als je dat liever hebt. En ja. Het zijn inderdaad schatten van mensen. Heel fijn. We delen het ook eventjes in de show notes, als je geïnteresseerd bent. www.allesoké.nl Yes. Daphne, hierbij ga ik ook de aflevering afsluiten. Ik vond het echt een heel interessant gesprek. Ik ook. Ik moet er nog even over nadenken ook. Interessant. Ja, het is ook wel iets om over na te denken. En ik vind dat we allemaal... Hersenkraak het onderwerp. Ik vind dat we allemaal onze horizon moeten verbreiden. Verbreden. In that way. Niet dat je dingen moet doen die je niet wilt doen. Maar gewoon openstaan voor, hoe zou dat zijn? Of hoe werkt dat bij anderen? Of eens met iemand gaan praten die je kent of zo. Die bijvoorbeeld in een open relatie zit of polygaam is. Van, hoe is dat nou voor jou? Want het is niet alleen maar seksgerelateerd. Absoluut niet. Het gaat niet om, ik wil neuken wat los en vast zit. En uiteindelijk, liefde is liefde. Toch? Love is love. Jongens, tot volgende week. Yes, bedankt voor het luisteren. Doei.